Welkom bij Jumbettable Gaming. Vandaag gaan we verder met de Dauphiné in Le Tour de France 2012. Vandaag gaat de eerste echte etappe, nou ja, echte etappe. De echte zware etappe. We hebben veel geld gewonnen in de vorige etappe. Ja, tweede plaats, 5000. Een zware etappe dus. En met een van de buitencategorie, één berg. Ik hoop dat het geluid wat beter is, want de vorige video's was er een soort van, noem je een soort van, ik weet niet meer hoe het heet. In ieder geval zo, je weet wanneer je tv op een zender staat zonder signaal, dan krijg je zo'n sneeuwbeeld en een raar geluid. Dat geluid ongeveer, een ruisgeluid, zo, ruis heet, zo heet het, ja. Nou, ik hoop dat dat gefixt is en ik weet niet wat we vandaag gaan doen. Want ik hoopte dat de finish bergop was, maar dat is niet zo bij deze etappe. Misschien is dat wel bij de volgende zo. En dan zie ik daar wat meer kans. Vandaag. Ja, wat gaan we vandaag doen? Gaan we iets met Rogers doen? Oké, mijn plan. Voor vandaag. Froome en Rogers. Die twee gaan proberen om in de ontsnapping te zitten. En Froome probeer ik dan te gebruiken voor de etappe-overwinning. Morgen, als de finish bergop is, dan ga ik hem proberen met Wiggins, Uran en Sivtsov. Waarbij Sivtsov al het vuile werk doet. Wiggins voor de etappe-overwinning gaat en Uran voor de punten. Ik kan vandaag ook Uran mee laten gaan. Probleem is dat die buitencategorie ver in de etappe is. Dus ik weet niet. Ik wil Uran graag sparen voor morgen. Maar aangezien zijn energielevel wel helemaal vol is bijna. Ben ik toch echt aan het twijfelen. In ieder geval ga ik spelen als Froome. Dat heb ik nog niet gedaan. Oh, de Grand Colombier, daar gaan we vandaag op. De buitencategorie. Dat is een berg die ik ken. Van de Tour de France. Sommige bergen ken ik. Samuel Sanchez, Schleck, Stark staat er, maar dat is Schleck en Evans. Dat zijn de favorieten, ja. Froome doet niet meer mee om het klassement. Dus ik ga tegen Uran zeggen, follow attacks. Dus we gaan wachten totdat er een ontsnapping komt en dan gaan we daar met Froome en Uran achteraan. Ze vooraan het peloton rijden. Kijk, daar komt Uran. Waarom rijdt hij zo langzaam vooraan? Oké, gaan we hierbij zitten? Dat is Uran volgens mij in achtervolging. Pieter Wening weer. Waar zit Uran? Hij is niet meegekomen. Uran attack. Kom op. Goed zo. Is dat een fietsen? Oh, dat is Trofimov. Oh wow, die heb ik niet langs me zien komen.
Oké, okay, Oeran zit nu achter me. Dan moet ik hem weer laten aanvallen. Ja, kom maar. Misschien zijn we iets te vroeg begonnen, maar... Het gaat ook niet super snel. Oeran zit weer in de peloton. Oeran. En Rogers. Oh ja, Rogers. Vergeten. Rogers attack. Oh, Rogers, Roger. Vandaag zie je het zelf? Laten we het proberen. Nee. Ja, met z'n tweeën gaat het wel echt zwaar worden. Als die groep van 5 mensen nou kan aansluiten. Ik laat Oeran weer aanvallen. Hij moet erbij zitten, hij moet die punten pakken. Ik weet dat dit veel kracht kost. Maar we moeten weg van die van die groep. Van de peloton. Gaan we zelfs dichterbij 30 seconden. Ja, ik heb niet het idee dat het handig is om met Froome de hele wedstrijd op kop te rijden. Alhoewel, laten we eerlijk zijn, hij doet niet meer mee voor het klassement. Daar staat 131ste op anderhalf uur afstand of op een uur. Dus ik bedoel, waarom niet gewoon één etappe alles geven? Daar zit wat in. Ja, voorsprong wat kleine Trofimov gaat zijn kop. Waar zit Oeran? Weer in peloton. Ja, Trofimov heb ik ook niet heel veel aan vandaag. Ja, dat doet Sivtsov wel. Dat ga ik Sivtsov laten doen. Nou, dat doet hij waarschijnlijk wel. Nou, ik doe het alsnog. Protect. Port. Door de bocht. En dan... Ik weet niet hoeveel ze Trofimov staat in het klassement. Maar ik denk niet dat hij heel hoog staat. Jonge jonge Trofimov, wat is dit? Kom, kom, kom.
komen iets dichterbij. Dat vind ik een goed teken. Ik wil in een grote groep zitten. Dan hoef ik niet alles te doen. En wie, welke mannen zitten erin? Christophe. Jean de Bol. Is dat Jeannesson? Nou ja, ik weet niet. Pieter Wening, die bestaat wel echt. La Danjou en die Gregorio. Ik ken ze niet echt. Volgens mij is Jeannesson wel een aardig talent. Dacht ik. Wening heeft natuurlijk wel etappes gewonnen. In zijn carrière. En Wening heeft ook al vaker deze Tour in de ontsnapping gezeten. Nou ja, deze Tour, deze Dauphiné. Komen ze nou dichterbij? Nee. Kom op. Ik ga het nog één keer proberen met Uran. Hij klinkt vol vertrouwen, maar het gaat steeds fout. Ik wil gewoon met deze man om de kilometer ongeveer van kop wisselen, maar... Ik heb niet het idee dat hij heel veel zin heeft vandaag. Volgens mij is ons tempo nou niet dusdanig hoog. Dus ik snap niet dat die andere groep... niet dichterbij komt. Misschien gebeurt dat gewoon als ik de boel laat simuleren. Hier. Gaat hij van links naar rechts bewegen? Ach. Het is wel een hele winderige dag. Scherpe bocht. Ja, dat merk ik best vaak. In bochten win ik vaak tijd. Oké, pure tegenwind. Dat zal niet goed zijn voor mijn gele balkje. Dus jij mag het nu gaan doen. Die groep komt nog steeds niet dichterbij. Het peloton komt ook niet echt dichtbij, dus... Ruim 3 minuten. Ik ga wel weer aan kop. Op zich vallen mijn balkjes nog mee. Ah, ze komen dichterbij. Oké, maar die groep ook. Nee. Laat ik aan andere mensen over. Taak van Vroom is deze etappe winnen. Niets meer, niets minder. Ik weet wel dat ik zo meteen in ieder geval als Uran ga spelen, zodat hij nog een paar puntjes mee kan pakken. Mm-hmm. Alhoewel, het zijn er wel erg veel, hè. 3+11, bijna volgens mij op een hoofdcategorie pakt de top 20 punten. Daar zit dan misschien nog wel wat in. Of ik ga het peloton wat dwars zitten met Rogers of zelfs Chief Tof. Zodat deze groep
wat dichterbij komt. Of wat verder uitloopt dan 3 minuten. En ik hoop heel erg dat die groep achter ons aan kan klappen. Kijk, dat gaat nu gebeuren. Hoe groot is de voorsprong met peloton? Ja, het wordt groter. Het wordt weer minder. Zijn ook... is niemand gelost. Waarom wordt het minder? Ja, als het rond de 2,5 minuut blijft. Wat is er nou gebeurd? Oké. Raar dat hij nog even ging simuleren. Oké, het doel is om het peloton dan dwars te zitten. En ik hoop dat het lukt. Waarom is Katusha zo actief? Teammates, Vroom. Oh, dit staat stil, volgens mij. Ha! Feeling in great shape. Voorsprong blijft gelijk. Natuurlijk kan Froome wel veel tijd winnen op die bergen. Ik heb trouwens blijkbaar de update gekocht voor 1 euro. Ik hoop niet dat ik echt geld voor heb betaald, maar daarin zijn de renners, zeg maar, hun kwaliteiten zijn bijgewerkt. Op basis van de Tour de France 2012. En dus wat zag je? Froome, die had een rating van 77. En hij was alleen, specialiteit stond er, top 35 klimmer. Maar nu heeft Froome een hogere rating dan Wiggins. En 82 ongeveer. Of 81. En daarin is hij... top 5 klimmer, top 5 tijdrijder en top 15 puncher of zo. Puncher? Dus, explosief is dat een beetje. Maar dat zit dus nog niet in deze Dauphiné verwerkt. Maar ik heb ook Parijs-Nice gekocht. En ik dacht dat daar twee sprints in zaten. Twee tussensprints, elke etappe. Dat blijkt niet zo te zijn in de editie van 2012. Alle andere jaren wel. Maar 2012 niet. Dus er zit maar één tussensprint. Normaal zit er ook een sprint in de tussensprint in de Dauphiné. Maar die zit er ook dit jaar niet. Dus ik weet niet wat er in 2012 aan de hand was. Maar ik vond het wel een leuk idee dat er twee tussensprints waren. Dat is dan gewoon weer echt iets totaal anders. Maar zit er dus maar één. Dus. En. Dus ik heb een beetje zitten denken over welke ploeg ik zou gaan nemen. En toen dacht ik. Parijs-Nice is heel veel middengebergte. Maar ook voor de sprinters. En dan kom je toch wel redelijk uit bij Sagan. Dus ik denk dat ik de.
Volgens mij zit hij bij Liquigas. Dat ik die ploeg ga nemen voor de voor Parijs-Nice. Het gaat echt als een slakkengangetje. Le Mével. Nou, die gaat natuurlijk wel voor het wegklassement. Daar moet ik wel voor oppassen. Ik moet eigenlijk Oranda achteraan sturen. Want volgens mij staat Lumevel best wel goed. Ja, derde. Nou, dit is ook weer een lekkere aanval. Van Haken, de disrupt relay. Want we gaan zo langzaam, maar het tempo is, of de voorsprong wordt niet kleiner en dan gaat Lumevel weer. Oeran, waarom moet ik dit steeds handmatig doen? Follow attacks. Maar dit gaat ook niks worden, denk ik. Waar is Oeran trouwens? Oh, daar is Chanasson, oké. Okay. Dus die Jean de Beau of zo. Dat is geen Chanasson. We staan echt stil. Twee witrussen achter elkaar, dat zie je ook niet elke dag. Nou ja, tenzij je in Wit-Rusland bent. Up to me to force pace. Maar dat wil ik ook niet. Ik wil dat we langzamer gaan. Stilstaan. Plaspauze. Nou, nu begint het stil te worden. Volgens mij zou ik nu gewoon echt heel makkelijk kunnen wegfietsen met Sivtsov. Laat ik wat gaan eten. Garen zit in die groep. Maar ik vraag me af of K3 dat ze natuurlijk wel klimmen, maar Garen is toch niet echt een klimmer. K3 won die etappe in de Tour de France dit jaar. Die mooie etappe in de Vogezen. Op dit moment is trouwens de Tour de France bezig. Het is nu 3:30. En ja, meestal, want het is niet zo'n hele spannende etappe, dag na de eerste rustdag. Meestal kijk ik dan de laatste 30, 40 kilometer. Maar bij een echte bergetappe, zoals deze in de Dauphiné, dan kijk ik meestal wel een stuk meer. Maar ja, meestal bij die vlakke etappes zie je alleen maar kastelen en ruïnes. Dus dat is niet zo heel interessant. Hé, hey, Marzano, die kom ik ook vaak tegen deze Tour. Het zijn natuurlijk ook minder renners dan in de Tour de France. 20 minder, volgens mij. Nou, het zijn 22 ploegen. En volgens mij moet je er voor de Dauphiné 8 meenemen en voor de Tour 9.
Dus daar zit het verschil in. Elk team, dus. Voorsprong blijft gelijk. Het is heel irritant. Waarom zijn die Katusha's zo voorin bezig? En wie zijn dat? Lumever en... Wacht, waarom is Uranda niet meegegaan? Ik zeg, follow any attacks. Nou, het is wel weer een kansloze. Die Lumevel probeert het nu al voor de vierde keer of zo. Maar toch. Gaat hij het weer proberen? Nee. Kom, kom, kom. Ik ga maar vragen aan Froome of hij het tempo wat omhoog wil gooien hoor. Jongen, jongen, jongen. Goed zo, Oran. Goed zo. Ik eet gewoon alles op met Sieftof. Want waarom niet? Volgens mij gaat dit niet snel. 8 kilometer per uur, wat? 9%. Het valt toch nog wel mee. We staan nu echt stil. Hoe komen ze niet vooruit? Ja, kijk. Froome heeft het tempo wat omhoog gegooid, want er zijn 3 mensen gelost. Ik ga niet heel snel hoor. We gaan ook een leuke afdaling doen. Na de... Gewoon Colombier, daar gaan we ook weer vanaf. Dus dat gaat ook wel interessant worden. Misschien kan ik daar wat wegrijden met Froome. Want 2 minuten is gewoon niet zo heel veel. Kijk, nu gaan we ineens 18 km per uur en zoveel minder stijl is het niet. Dus ik weet niet wat we net aan het doen waren. Misschien inderdaad een plaspauze. Alhoewel, midden op een berg, niet de ideale plek. Oké, voorsprong wordt nu snel groter. Dat vind ik fijn om te zien. Richting de 3 minuten.
En mannen zitten nog steeds vooraan. Ik vraag me alleen een beetje af waar Richie Porte is. Maar die zie ik echt nooit. In het begin rijdt hij vooraan. Oké, hij zit gewoon ergens in het midden. Everything okay? Really good. Prima. En hoe gaat het met Cavendish? Die heeft zich al laten afzakken. How do you feel? Ja, oké. Okay. Dat kan ik me voorstellen. Zo, ze worden niet een beetje gelost ook. Maar dat was de top. Jamie Petit. Jammer om dat te zien. En Kevin is zit in de ene laatste groep. Oh, hier is Poort. Oké, 3,5 minuut. Dat is beter. Zit Terrence er nog aan? Nee, Terrence is gelost. Oké. Okay. Want hij is natuurlijk een sprinter, dus zou die tot het einde mee kunnen, dan zou die waarschijnlijk Froome eruit sprinten. Daar heb ik geen zin in. Goed bezig, Boos van Haken. Lekker tempootje. Oké. Okay. We zijn al een half uur bezig. En de grote berg moet nog komen. Die komt nu. We beginnen niet eens bij het begin van de klim. Zo lang is hij. Waarom krimpt de voorsprong? Oh, nee, nee, nee. Gaat goed, denk ik. Froome heeft 20 punten gepakt. Ja, dat maakt me niet zo heel veel uit. Er zitten wel veel mensen van Saur Sojasun. Dat is een beetje... zitten er 3. 40 punten. Maar er kunnen maar 10 mensen punten pakken. Ik dacht meer. Oké, okay, voorsprong is 4 minuten. Moet ik nu gaan voor Uran? Of Froome? Uran doet morgen. Ik zeg wel vlak voor het einde dat hij moet aanvallen. Voor het einde van de klim. Alhoewel. Nee, nee, nee. Want onze groep is meer dan 10 man. Dus dat hoeft niet. We gaan gewoon met Froome. Die punten maken niet zoveel uit. Dus. Zitten ook niet. Wow, Jarens is er weer aangekomen. Ah. Peloton is al wat uitgedund. Come, come, come! Yeah! Hip, hip, hip.
Maar dus, dit is de zware berg. En dan gaan we een afdaling. Ik weet niet hoe goed Vroom kan dalen. Ik denk wel aardig. Oh, die voorsprong wordt kleiner. Nu sta ik echt stil op de berg. Alhoewel het natuurlijk wel zo is dat degene die nu bovenaan eindigt, als eerste, die pakt al heel veel punten. En kan misschien in één klap een bedreiging worden voor Oeran. Volgens mij krijg je 40 of 50 punten of zo. En Oeran staat eerste met 69. Dus oei. Oei, oei, oei. Bergje, bergje, bergje. Wacht, de wind komt dan daar, dus dan moet ik aan deze kant fietsen. Nou, de wind komt van achteren, dus op zich zou het niet zo uitmaken. Nu komt hij van voren. Het gaat vrij stijl, moet ik zeggen. 11%. Dat is behoorlijk. Maar kijk die voorsprong. Kijk het mooie uitzicht. Kijk de mooie graphics. Dit is vrij stijl. Maar moet hier natuurlijk ook weer naar beneden. Dan ga ik gewoon echt vol gas. Maar ik ga nu ook vol gas omhoog. Maar. Ik vertrouw al die sojasun mensen niet. Oh, we hebben mensen gelost. Dat wil ik graag zien. Een groep van 7 mensen is perfect. Middenruil, Piration on the ball. K3 is gelost. Ik vind het niet erg. Trophium mof. Dat krijg je als je niet luistert. Maar ik zet een aardig tempootje neer, heb ik het idee. <laughs> 16 seconden. Maar kijk het peloton. 4,5 minuut. Dat willen we zien. We hebben nu op 6 minuten. Ja, dit wordt toch. Vandaag wordt dan een aardig slagveld. Het scheelt dat het einde. Nou, einde laatste 50 kilometer omlaag gaat en vlak is. Oh, wow. Wat? Hoe heb ik alles gelost? Het gaat wel iets te makkelijk. Jongens, kom eens even terug. Ik wil ontsnappen, maar nog niet nu. Lijkt me iets te vroeg. Go! Hey!
Ze komen terug. Oh, ze liggen op 30 seconden. Dat gaat ook snel. Voorsprong na de 5 minuten. Ik denk dat Kevin is op deze berg gewoon een uur verliest. Nog 11 kilometer tot aan de top. Het is wel erg lang. Maar dit is een wat vlakker stuk. Maar ja. En dan gaan we naar beneden en daar heb ik zin in. Niet uit de bocht te vliegen. Ze komen wat terug. Oké. Komt omdat het wat vlakker hier is. Waarom lig ik steeds op kop? Ja, ze rijden in een soort van waaier voor, maar ik kan er niet meer bij. Heel aardig. Ik rijd de hele dag op kop, dan krijg je dit. Om uit die wind te blijven. Zo. Ik denk dat ze weer terug na 18 seconden is nog best heel. Het lijkt nu zo dichtbij omdat we omhoog gaan. Ik ga wel weer aan kop hoor. Jonge, 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 jonge. Moet wel opletten dat de poort niet gelost wordt. Ik heb trouwens een beetje gekeken naar wat de poort de afgelopen jaren heeft bereikt. Want ik weet niet zo heel veel over hem. En volgens mij werd hij in 2013 tweede in de Dauphiné. Dus op basis daarvan. Had ik van tevoren al rekening mee moeten houden. Dat had ik niet verwacht. Ik ging puur voor Wiggins en Froome. Maar ja. En dat jaar daarvoor, dus zeg maar deze Dauphiné. Werd die 8e of 9e of zoiets. Dus ook goed. Nu gaat hij hopelijk winnen. Want deze mannen doen allemaal niet mee voor het klassement. Dus daar ben ik niet bang voor. Oké. Worden mensen gelost uit het peloton? Bram Tankink. Die heeft wel vaak in de ontsnapping gezeten. Maar die groep komt niet echt dichterbij. Hoe ver is het nog tot de top? Dat zou ik graag willen weten. Volgens mij zijn we pas halverwege.
gate. Woohoo! Kilometers gaan natuurlijk ook niet echt snel op deze manier. 16 kilometer per uur. Nog 11 kilometer tot het checkpoint, zeg maar. Dus dan kan ik weer van rijden wisselen, maar ik denk dat ik gewoon bij Vroom blijf. Nee, niemand anders mag aan kop. Ik stond even dat ik gelost ben. Blijft 20 seconden en daar zijn... Oké, Jarens is ook gelost. Die groep is nog maar 4 mensen. Met inderdaad tussen... K3 Sarmiento, volgens mij is die ook wel goed in klimmen, want die de bergtrui een keer gewonnen in de Giro of zoiets. Daar kan ik het heel erg fout mee hebben, maar volgens mij kan hij wel aardig klimmen. Ah, die voorsprong loopt mooi op. Het zit bij ondertussen denk ik wel op een veilige status. Dat we dit wel binnen kunnen brengen met deze groep. Ja, maar ik wil. Ik bedoel, zoveel energie kost het volgens mij niet. En dit is mijn enige dag dat ik echt iets hoef te doen. En ik hoop dat het een overwinning wordt. Froome heeft gewoon alles gezet op vandaag. Nadat hij in die hele rare etappe uit het klassement is gevallen. Toen hij op een uur binnenkwam met Cavendish en heel veel anderen. Oh, ze zijn Sarmiento en K3. Volgens mij die Gregorio zijn weer terug. Voorsprong gaat naar de 7 minuten op Richie Port. Tenzij Richie Port natuurlijk gelost is, dan hebben we een probleem. Maar hij zit er nog aan. Oeran zit er nog in. Hagen zit er nog in. En de gele trui, of de groene trui, is nog steeds Gilbert? Of is dat Tony Martin? Sprint, Schubert. Oké. Ik zou graag willen weten hoe ver de top nog is. Nou, dit gaat gewoon bijna vlak. Vijf kilometer. Oei, 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 oei. Hey, Pim, hey.
Wie komt daaraan? Lloyd. Nou, die is gelost. Oké. Gerans, die kunnen we vergeten. Die zit op meer dan een minuut. Natuurlijk komt er een afdaling. Dat gaat hier al naar beneden. Komt een afdaling. Daarin kunnen ze weer wat terugkomen. Maar ik wil vol gas in de, in de afdaling. Pires is ook gelost nu. Begint wat kaal te worden. Oh. Oké. Okay. K3 zit nu gewoon vooraan. Die was ook gelost. Dat vond ik al raar. Maar nu is hij gewoon terug. Schaapjes. Ja, zijn er echt concurrenten voor de bergtrui? Misschien K3 dus. Volgens mij niemand van de top 5 zit in deze groep. Challengi niet, Lumeville, Grifko en Marzano. Nee, niemand. Ik sta overal 137 met 0.135. En ik ben geen young rider. Hoe groot is de voorsprong? 4 minuten op Wiggins. Aha. Chalingi. En Grifko was dat die tweede stond? Zag ik dat goed? Ja. Yeah. Misschien is er wel iemand gelost. Gilbert is gelost. Tankink. Maar ik zoek Chalingi. Die zal niet gelost zijn dan. Kriftsov, maar geen Kriefko. Nee. Nog 1,8 tot de top. We zijn er bijna. Het stelste stuk is wel geweest. Ja. Het maakt mij niet zo uit. Niet zoveel uit wie hier de punten pakt. Ik denk dat er ook te veel mensen voor Oeran zitten om punten te pakken. En ik denk dat hij wel uit zichzelf punten zou pakken. Ik bedoel, hij heeft de bergtrui, dan doe je er toch alles voor om die te behouden. Dat zou de AI wel moeten doen, denk ik. Ik heb vertrouwen in de AI. Maar ook Lumevel zal punten willen proberen te pakken. Chalingi. Ja, Grifko en Marzano zitten al een beetje, die zitten te ver. Pak ik met Froome al die punten nu. En er komt nog een call aan. Dan sta ik ineens wel hoog in het klassement. Maar ik wil niet. Ik wil geen energie daarvoor geven. Kijk, er worden weer mensen gelost. Ik wil geen sprint aangaan of iets dergelijks. Kijk, daar gaat K3. Ik denk dat K3 voor de punten gaat. Maar dan word ik tweede of derde. Dat is ook goed. Ik heb geen zin meer op te fietsen. Ik ga vooraan fietsen.
Ja, of niet. Oké, okay, ik word gewoon de eerste. Dat was niet zo moeilijk. Oh, nu gaan we afdalen. Volgens mij kan K3 niet zo goed dalen. Dat zag ik laatst in de Tour de France. Dus. Oh, bochten. Die zijn eng. Volgens mij verlies ik normaal tijd in een afdaling. En ik vraag me erg af. Oké, okay, nog 2 kilometer. En dan zijn we bij het checkpoint. Ook reizen ze er gewoon vanaf, denk ik. Kijk, nu lijkt het gat groot met de groep achter ons. Maar het is maar 6 seconden. Oké. Ja, gewoon verder met Vroom. Oh, kijk, Posenhagen. Die is helemaal op. Die kan niet die berg over. Ze zijn natuurlijk nog niet bij de top. Wiggins doet het goed. Poort heeft ook niet zo heel veel moeite. Dus oké, okay, het gaat goed. Oeran houdt zich goed. Alleen Posenhagen, die gaat gelost worden. Dat kan niet anders. Dat kan niet goed gaan. Oké, deze afdaling gaat dus waarschijnlijk nog wel een tijdje door en dan gaan we een klimmetje krijgen, niet een al te grote derde categorie. Dus dat valt al mee. Kom op jongens. Tempo maken heet dit. Ja, het is jammer dat het niet eindigt met een slotklim. Want dan zou ik nog makkelijk kunnen wegrijden van de rest op het einde. Nu gaat het een heel lang vlak stuk. Natuurlijk kan Froome aardig tijd rijden. Dus dat zou in mijn voordeel moeten zijn. En poeh, oké, okay, Medrel en zo zitten ook op aardige achterstand nu. 10 seconden op de twee achter me. Afgeef! 15 kilometer tot aan de volgende klim. Maar het steile dalen gaat volgens mij nog komen, dat komt nu. Ga eens vooraan fietsen. Ja, zelfs met
9 minuten voorsprong. Als Froome zou winnen, zou die geen plaats stijgen in het klassement. Want hij staat een half uur achter op nummer 130. Hij is wel een beetje best of the rest. En zij komen weer terug. Dat is oké. Kijk, ik win weer tijd in die bochten. En dan komen ze weer terug. Zit nog een... ik denk tot aan Jean de Bo, die gaan nog wel terugkomen. Oeh. Daar zat ik op het randje. Voorsprong gaat naar de richting de 10 minuten. Oké, wow, wat komen zij er in snel aan? PRS. Wow, oké. Oh, we gaan omhoog. Oké, dat was de afdaling. Derde categorie. Moet niet zo heel veel voorstellen in vergelijking met de vorige. Met de Grand Colombier. En nu wordt de voorsprong toch wel weer erg groot. Ik ga zo meteen even kijken hoe goed ze kunnen sprinten. In ieder geval de statistieken bekijken. K3 en Moano. Oh, die is ook wel goed. Moano, volgens mij. Ik haal ze soms een beetje door elkaar, maar is dat geen klassementsrennen? Moano. Misschien. Kan het ook weer heel erg fout hebben. Oké, hoe ver is het tot de top van de klim? We gaan zo aan die klim beginnen. Meestal na een bocht. Dat zal deze zijn. Gaat er een beetje omhoog, ja. Nu zijn we begonnen aan deze berg. De meeste bergen beginnen na een bocht. En dan vaak naar een stadje. Wat op zich wel logisch is, maar toch. Zo herken je het wel altijd. Bijna altijd. Gaan jullie ook nog eens aan kop of jammer dat je niet met ze kan communiceren, dat mis ik echt in dit spel. Ik bedoel, ik kan ermee leven dat je niet echt kan vallen tenzij je uit de bocht vliegt, maar geen
valpartijen, geen disqualificaties, geen veersysteem, geen regen bedoel ik daarmee. Geen sneeuw. Altijd zonnig. Daar kan ik allemaal nog wel mee leven, maar ik zou toch meer willen communiceren met andere renners. Je kan een soort deal sluiten. Daar staat dat blauwe ding voor. Dat kan je volgens mij. Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar volgens mij kan je dan in de laatste 20 kilometer een deal sluiten. En dan ga je gewoon kop over kop tot aan de finish en dan sprinten ofzo. En als je niet aan die deal houdt, dan zal die de volgende keer. En andere mensen in het peloton, die zullen je een beetje gaan minachten. En dan zullen ze niet zo'n deal sluiten. Zoiets. Volgens mij werkt het zo. Maar dan moet je dus met z'n tweeën in de laatste 20 kilometer zitten. We zijn nu met z'n drieën. En ik denk dat die zes achter ons nog wel terug gaan komen. De rest niet meer. Hoeveel zitten... Ah, kijk, Tankink. Oh, nee. Moest die andere hebben. Chalingi. Tankink maakt niet zoveel uit. Petit op een kwartier. Cavendish. 16 minuten valt nog mee. Oké. Okay. Vijf kilometer minder tot de top. Punten maken me helemaal niks uit. Alhoewel. K3 heeft natuurlijk op die vorige berg ook al punten gepakt. Dus het beste kan ik gewoon eerste worden. Volgens mij krijgen we dan 7 punten. Maar ik denk niet dat K3 morgen weer in de ontsnapping zit en weer punten gaat pakken. Oeran, die gaat morgen in de ontsnapping zitten en punten pakken, dat moet. Anders verliezen we waarschijnlijk de bergtrui. En dat wil ik niet. K3 en ik zijn nog wel veel op kop, maar die Mono die doet geen ene flikker. Daar hebben we niks aan. Dump hem. Kunnen we geen deal sluiten. We rijden weg bij Mono en dan moet hij het zelf maar uitzoeken. Daar doet echt helemaal niks. Want die Gregorio heeft Medrel en Le Varlet gelost. Sarmiento, Lloyd en Pires hebben ook... 44 seconden gereden. Nou, dan denk ik toch dat het gewoon echt tussen deze drie gaat. Misschien nog die, hoe heet hij? Die Gregorio, dat die nog terugkomt. Maar 40 seconden is toch al een redelijk verschil. Voordeel is dat, dat kan je op dat kaartje zien dat het niet meer klimmen is naar deze top. Maar vooral naar beneden en het eindigt dan vlak. Klein beetje omhoog nog. Dus dan is er veel ruimte om terug te komen. We hopen dat dat niet gebeurt. Ze hebben het toch erg moeilijk volgens mij, K3 en Mono. Ik zit gewoon nog rustig op mijn fiets. Stel je voor dat, dat ik Vroom met die update had gehad. Dan reed hij nu gewoon met 50 km per uur deze berg op volgens mij. Maar het geeft wel aan dat dit spel, de ontwikkelaars... Die zullen dat wel uitgebreid gemeten hebben.
wat al die renners kunnen. En dan geeft het wel aan dat ze niet echt hadden verwacht dat Froome zo goed zou zijn. Hij werd volgens mij in deze Tour de France tweede. Een beetje in dienst van Wiggins. Volgens mij was daar ook een klein relletje over. En voor dat jaar daarna is dan met hem afgesproken dat hij voor de gele trui gaat. En dat is ook gebeurd. En dit jaar ligt hij er dus uit. Maar was volgens mij ook niet in de topvorm van het jaar en 2 jaar ervoor. Nou, nu kan ik klikken. I've got orders from my manager. En wat voor orders zijn dat? Oh. Oké, nu is zijn dingetje rood. En nou, dan gaan we een stuk simuleren en het laatste stuk gaan we dan rijden zelf. En ik hoop dat we dan kunnen wegrijden. Die Gregorio, die komt er waarschijnlijk nog wel aan. Maar we moeten toch vooral voorkomen dat het een Frans feestje wordt met K3 en Mono achter me. Oké, niemand boeit de punten. Simuleren. Ik ga even kijken hoe goed die mensen zijn. Oké, die Gregorio is inderdaad Froome. Geen geweldige sprinter. Mono. Oh, kijk. Als je dat groene balkje ziet, dan zie je dat Mono veel minder vol groen balkje heeft dan ik. Dus dat is heel gunstig. Hij is wel iets beter in sprinten. K3. Dat is een aardige sprinter. Maar ook een stuk minder groen balkje dan ik. Die Gregorio heeft niks meer. Kan nog niet sprinten. Oké, die Gregorio is de minste dreiging eigenlijk. Waar zit het peloton? 12 minuten bijna. Gilbert lost. Gilbert heeft gewoon voor sprinter 71. Dat is niet zo hoog. Oké, kijk. Poort zit er gewoon nog aan. Kijk hoeveel energie die heeft in vergelijking met Lumevel. Poort is gewoon aan het chillen. Wiggins zal ook heel veel energie hebben. Dus het ziet er goed uit. Pieter Wening. Oké. Het gaat echt tussen deze vier. Dat is wel duidelijk. En als ze het tot een sprint gaan laten aankomen. Dan is K3 gewoon de favoriet. Tenzij die natuurlijk niet meer kan. Wat ook nog een optie is. 17 kilometer. Klein klimmetje. Daar ga ik het in proberen. In dat kleine klimmetje om daar weg te komen. Het is nog wel ver dan. Ik denk nog ruim 10 kilometer. Maar het is een beetje alles of niet. Want ik weet gewoon, als ik tot het einde bij ze blijf, dan gaat K3 me pakken in de sprint en misschien zelfs Mano ook nog. En ik denk dat ze ook te weinig energie nog hebben om, als ik wegrij, om dan terug te komen. Wat leuk, een brug. Afwisseling, wat geweldig. Ik ga nu niks opeten. Wacht. Oh ja, dat gaan we natuurlijk nu krijgen. Dat andere mensen het gaan proberen om weg te komen.
Ik heb het idee dat die Gregorio zo meteen van zijn fiets afvalt. Van vermoeidheid. Zijn energiebalkje was niet meer zo geweldig. Oké, waar? Waar is dat mini klimmetje? Ik ga nu nog wat omlaag. Moet natuurlijk ook nog eten. Dat is het probleem. Dus daarom wil ik mijn. Wil ik ook niet te lang wachten. Want nu zijn die balkjes nog allemaal vol. Maar na mijn ontsnapping zullen ze leeg raken en dan moet ik eten. Zal ik Wiggins nog een aanval laten doen? Nou, hier is de bocht. Dus dan zal het hier weer wat omhoog gaan. Het is niet veel. Maar we gaan het nu proberen. Veertien seconden. Mijn rode balkje is leeg. Dat is niet zo goed. Kijk, 18 seconden. Kom op, Froome. Kijk, het gele balkje wordt iets voller nu. Het is inderdaad nog wel een redelijk klimmetje. Ik denk dat dit een goede tactiek was. 18 seconden. Maar het is nog ver. 13 kilometer. Zoals gezegd, Froome is een goede tijdrijder. Dat zou nu erg van pas komen. Duurt wel even voordat ik die persik op heb. En dan drink ik dat laatste tubetje nog even leeg. En dan op hoop van zegen. Ik denk dat de voorsprong groeit. Ja, ietsjes. Dat is goed nieuws. Moeten toch al gewoon geen energie meer hebben om terug te komen. Zeker niet die Gregorio. Net ook nog een aanval geprobeerd. Het was ook niet echt overtuigend. Maar ik denk dat ik de beste tijdrijder ben. Van allemaal. Nou, niet van allemaal, maar in ieder geval van deze vier. Misschien kan een K3 aardige tijd rijden. Ik weet het niet. 1-0. Daar heb ik niet naar gekeken. Maar de laatste 10 kilometer eigenlijk vanaf hier. Is gewoon tijdrijden. Yeah! 24 seconden. Gewoon dit tempo vasthouden. Etappe duurt ongeveer anderhalf uur vandaag. Komt natuurlijk door de bergen.
En het is weer heel spannend. Mijn rode balkje is weer enigszins vol. Maar dit is een goed tempo. Het verschil blijft ongeveer hetzelfde. En de laatste 10 kilometer. Ik stel me voor om elke 2 kilometer te kijken wat het verschil is. Niet dat ik elke seconde ongeveer kijk, want dat gaat vrij vervelend worden. Oh ja, ik heb Wiggins gevraagd om te ontsnappen. Is niet gelukt. Waarschijnlijk als Wiggins ontsnapt, dan reageert het hele peloton. Omdat Wiggins vijfde staat in het klassement. Hoe groot is peloton? 174. Oeh. Gilbert op ruime achterstand. Tankink. Kevin is 20 minuten op mij, 10 minuten op peloton. Nou, dit zijn veel mensen. Zo. 40 minuten. Zie ik echt Jamie Petit staan. Die is al heel vroeg gelost, maar ik zie hem nergens. Oh, daar. De groep met Cavendish. Oké, we hebben 2 kilometer gehad. Dus ik ga kijken hoe groot het gat is. Nog steeds 24 seconden. Is het genoeg? Ik kan nog tempo maken. Maar dat ga ik nu niet doen. Dat ga ik pas doen als K3 echt dichtbij komt. Maar ik win nu tijd op het peloton. Niet heel veel, maar toch een beetje. Dus ik denk dat ik ook tijd win op de groep achter me. Ik ben bang dat K3 terugkomt en me dan in de sprint verslaat. Daar ben ik bang voor. Dat is het doemscenario. Ja, ik zie ze helemaal in de verte. Niet dat je heel ver kan kijken op dit spel, maar... Ik zie ze nog net. Dan zijn er bijna weer 2 kilometer voorbij. Dat gele balkje gaat nu aardig leeg. Omdat ik vol in de wind zit. En het waait ook nog behoorlijk. 26 seconden. Oeh, kom op. Het gaat weer wat omhoog. Dat werkt in mijn voordeel. Ik denk dat ik het ga halen. 5 kilometer. En ik denk dat het verschil nu zo'n halve minuut is. Ik kijk nu even en dan ga ik elke 2 kilometer weer kijken. Want dan kan ik een kilometer voor de finish tenminste nog even kijken wat het verschil is. Kijk, 30 seconden. Oeh. Ik ben bang dat het gele balkje leeg raakt. Maar dit is je kans. In de Dauphiné. Gaat het dan toch de tweede overwinning worden? We zijn een keer eerste geworden. Een keer derde met Oeran. Volgens mij ook derde met Cavendish. Tweede met Wiggins in de tijdrit. Tweede met Boos van Haken in de tijdrit. En tiende in de sprint met Boos van Hagen. Dus
Een aantal keer dichtbij, één keer gewonnen. Maar is vandaag dan het moment? Nog een overwinning. Ze komen iets dichterbij, maar het is niet veel. 26 seconden is het verschil. Ik ga iets versnellen. Eén streepje harder. Tweeënhalve kilometer. Ik zie niks. Nee, ik zie niks. Ik denk dat ik het ga halen. En dat ik vandaag gewoon echt tactisch gezien... Of tactisch was het vandaag eigenlijk gewoon bijna perfect. Als dit werkt. Precies op het juiste moment ontsnapt denk ik. Aan het begin van dat kleine bergje. Het heuveltje. En de laatste kilometer. Wat is het verschil? 30 seconden, oké. Daar komen ze nooit meer aan. Dus dit gaat de overwinning worden. Het gaat nog een beetje omhoog. Volgens mij kunnen ze ook niet meer. Ik zie ze niet. Maar dit gaat de overwinning worden. Tweede etappe zegen voor de Skyploeg met Christopher Froome. In de Dauphiné. Op 10 minuten van een peloton. 26 seconden. K3 wint inderdaad dat sprintje van Di Gregorio en Moano. En dan is het wachten op de achtervolgingsgroep. Zullen allemaal binnen druppelen heet dat. En ja, het was een slagveld, noemen ze dat, hè. Daar druppelen ze inderdaad binnen. En dat zijn nog mensen voor het peloton. Daar komt het peloton, denk ik. 9,5 minuut. En daar komen ze allemaal binnen. En de laatste zal op nou een uur denk ik ongeveer wel binnenkomen. Misschien iets minder. Maar dus mijn vierde etappe zeggen ooit. Tweede in deze serie. Derde in totaal de Dauphiné. En morgen natuurlijk windag. En iets korter. 5 uur is wel lang hoor. Absoluut de langste etappe. Dat is allemaal 4 uur en een beetje. 4,5 uur. 5 uur en 3 minuten. Dus dit was denk ik de zwaarste etappe. Morgen wel veel bergen. Oké, Richie Port. 29e. Allemaal bij elkaar. Dat is mooi. Waar is Wiggins geëindigd? Zat er ook gewoon goed bij. Rogers en Uran zaten erbij. Cavendish verliest veel tijd. En inderdaad, de laatste Maarten Nijens op bijna een uur. Een klassement. Poort wint geen tijd op Krivko, niet op. Dit blijft eigenlijk hetzelfde. Wiggins zakt 2 plaatsen, want Moano en K3 gaan er voorbij.
Maar de dag van Wiggins komt morgen. Dan is de bedoeling dat hij een gooi doet naar de gele trui van Richie Porte. Boson Haken. Het is eigenlijk bijzonder dat hij nog vierde staat. En Oeran staat ook nog tiende. Natuurlijk ook door die twee ingehaald, K3 en Wano. Rogers nog in de top 50. Ja, Froome zal niet veel gestegen zijn. 122ste nu. Mede doordat er natuurlijk ook heel veel renners op hele grote achterstand binnen zijn gekomen. Maar Cavendish 141ste. En Cantwell staat allerlaatste op ruim 2,5 uur. Staat ook Jamie Petit jammer genoeg ergens. Ik zag hem net. Of niet? Ja, daar staat hij. Cavendish en Petit. Die staan al de hele tour ongeveer gelijk. Dan gaan we naar de mountain. Froome pakt 67 punten. Wow. Oké, dat is meer dan ik had verwacht. Maar. Oké, allemaal Fransen. K3 pakt 50 punten. Moano 43. Het klassement Oeran blijft nipt bovenaan. En inderdaad. We hebben een goede set gedaan. K3 en Moano waren van tevoren niet belangrijk voor het klassement. Nu wel. Maar ik verwacht niet dat ze morgen een poging gaan doen. Aangezien ze vandaag natuurlijk heel veel energie hebben gegeven. En wel verwacht ik een uitbraak van Oeran. Dat is het plan voor morgen. Oeran Wiggins. Dan gaan we naar de sprint. Natuurlijk Froome. Die krijgt 25 punten erbij. Maar ja. Nog steeds Schielberg bovenaan. En ik denk dat dat niet gaat veranderen. Alhoewel. Morgen. Wiggins dus. Met hem ga ik het morgen proberen. En. Ja. Als hij wint. Pakt hij natuurlijk 25 punten. En dan. Komt hij net 1 punt tekort voor Gilbert. Daarnaast zit nog een etappe. Maar ik denk niet dat Wiggins daarin gaat winnen. Dan gaan we verder naar Young Rider. Dat zal Boson Haken blijven. Oeran bouwt ook gewoon zijn positie. Want zij verliezen geen tijd. Dat is mooi. Eerste en tweede. En Van Garderop ruime achterstand. Petit blijft wel zakken. Als team. Ja. Ik denk dat als team het best zijn. Of Soja Sun. Want die hadden heel veel mensen voorin. En inderdaad. Als beste. En de Rabobank stond tweede. Maar verliezen bijna 10 minuten deze etappe. Zoals heel veel ploegen. En de slechtste ploeg. Verliest een uur. Wow. Oké, maar. Sky, ja, heel ruim aan de leiding. Dus, bedankt voor het kijken. Volgende etappe, weer een bergetappe. Hopelijk kunnen we dan hetzelfde trucje als vandaag proberen, maar dan met Wiggins. En vandaag hopen we wel Oeran mee te krijgen. Dat heb ik, of morgen, proberen we wel Oeran mee te krijgen, wat vandaag helaas niet is gelukt, ondanks meerdere pogingen. Maar bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.